De regeringsraad heeft voor de komende 3 maanden belangrijke werkafspraken gemaakt over de samenwerking met het IMF. Er is ook van gedachten gewisseld over anti-money laundering. Effectief beleid op dit stuk kan helpen om het vertrouwen van investeerders en handelspartners in het land te vergroten. Op financiën en planning en bij de centrale bank is er een hele uitgebreide lijst van maatregelen waarin detail wordt aangegeven wat de voortgang is van het IMF-programma op dagelijkse basis. President Santokki zegt dat deze werkafspraken om de 2 weken geëvalueerd moeten worden. Minister Albert Ramdien van Bibis heeft gisteren geparticipeerd in de Economic and Political Dialogue between the Ministries of Foreign Affairs and Foreign Trade of the Caribbean Community and the Central American Integration System, SICA, in Belize. Tijdens de vergadering hebben de ministers het belang van samenwerking op het gebied van handel benadrukt, als ook de collectieve aanpak van regionale en subregionale kwesties. Tijdens de vergadering werd ook gesproken over eventuele handelsovereenkomsten tussen de individuele CARICOM-lidlanden en SICA-lidlanden. Suriname heeft 39 verpleegassistenten op het niveau module 1 erbij. Deze hebben na met succes de 6 maanden durende cursus bij SAO te hebben afgerond, hun certificaat afgelopen vrijdag in ontvangst mogen nemen. De geslaagden kunnen nu werken in de thuiszorg, als werknemer of als micro-ondernemer.